Maar vandaag kwam dan echt die officiële melding. De singeloop gaat door op 13 september, maar in aangepaste vorm. Voorzitter Mark Woesthuis is bij ons in de studio. Welkom, Mark. Ja, welkom hier. Nou, leuk dat je er bent, man. Dat is mijn oude baas. Ja, ik heb dat vernomen dat jij bij Trim hebt gewerkt. Je hebt mij onlangs ook hele leuke video's laten zien van jouw werk bij Trim. En jij zei, Mark Woesthuis komt. En je sprong direct in de lucht. Maar ik ga daarom wel extra kritisch zijn nu. Ja, okay. Heel goed. We gaan dus wel dicht bij de microfoon blijven. Ja. Kunnen we je allemaal horen. Een aangepaste vorm, Mark, van die single loop. Wat houdt dat precies in? Ja, we kunnen natuurlijk gezien de richtlijnen op dit moment in het COVID-19 tijdperk natuurlijk niet met z'n allen op elkaar gaan staan. En dat betekent dat we een heel aangepast programma hebben moeten maken. Dat betekent overigens niet dat de deelnemers op de single in één keer hele gekke dingen hoeven te doen. Dan gaan ze gewoon lekker hardlopen. Een single is 6 meter breed en dan kun je redelijk afstand houden. Maar we hebben wel een heel ander programma moeten maken. Dus we hebben de starts moeten opsplitsen. We verhuizen het hele programma naar de ochtend. En dat betekent dat, dat mensen per half uur gaan starten. En dat we 3 mensen per 5 seconden parcours oplaten. En daarmee kunnen wij de deelnemers voldoende afstand laten houden. 'S Ochtends dus. 'S Ochtends. De eerste start al om 9 uur. Dus voor de vroege vogels fantastisch nieuws. Je bent er om 7:30 ben je er al bij. Ja, ik denk dat wij om 6:00 al in dat park zijn. Ja, dat is wel een dingetje natuurlijk, want die 1,5 meter maatregel. Ik heb jaren met de single loop meegedaan. En dan, dat is zeg maar echt dringen zo in het begin. Maar dat is dus opgelost door elke 3 seconden 5 mensen te laten starten? Elke 5 seconden 3 mensen. Oh, ja. Ja, net andersom. Okay. Ja, kijk, normaal starten wij tussen de 2500 en 3000 mensen in 12 minuten. En nu starten wij dus zo'n 500 mensen in een kwartier. Hoe zijn het normaal, zei je, in totaal? Tussen de 2500 en 3000 deelnemers op de hoofdafstand, die starten we in 12 minuten. Ja, ja. Dus daarom voelt dat ook een beetje druk dan normaal. Ja, neem nou mee dat al die mensen ook familie, vrienden meenemen. Ja, hoe ga je dat doen met het publiek? Ja, het Volkspark is 13 september een zone alleen voor de lopers. Dus de lopers komen het park binnen, worden gedirigeerd richting het startveld of het wachtveld. Algelang men een plekje moet nemen. En nadat men gefinished is, dan hebben we heel veel ruimte om mensen rustig uit te laten lopen. En dan weer ergens aan de single hun vrienden en vriendinnen te begroeten. Want het publiek mag wel aan de single staan. Op 1,5 meter. Ja, en ook maar niet in het Volkspark. Best lange tijd dan. Want normaal start je inderdaad op hetzelfde moment bijna. Dan weet je ongeveer dat 1,5 uur later, als oma Betsy ook bij de bezemwagen is, weet je, dat het een beetje klaar is. Maar nu is het over hoe lange tijd gaat het evenement plaatsvinden, denk je? Ja, wij verwachten om 9 uur te starten met de eerste start. En dan hebben we om 9:30, 9:30, 10:00, 10:30, 11:30 en 11:15 hebben we starts. De laatste 11:15. Dan hebben we ook een kleine wedstrijd in het bedrijvenloop. En dan tegen 12:30 is iedereen weer binnen. En dan kan het verkeer ook rustig richting de binnenstad. Ja. Zit er een max aantal deelnemers eigenlijk op? Ja, tussen de 2500 en 3500. We gaan in eerste instantie voor 2500. Als het nou echt storm loopt, dan kunnen we misschien nog ietsje oprekken. Ja. Maar wij moeten daar ook rekening houden met wederom de afstandnorm. Ja. Dus in principe 2500. Het is eigenlijk het eerste echt grote evenement in Enschede wat weer gaat plaatsvinden, toch? Ja, niet alleen in Enschede. Het is ook het eerste grote hardloop-evenement überhaupt wat in Oost-Nederland gaat plaatsvinden. Nou ja, hier, die kun je ook nog binnenkoppen. Dat is mooi gedaan. Maar hoeveel moeite hebben jullie daarvoor moeten doen bij de gemeente, politie, weet ik veel wie daar betrokken is? Ja, we hebben een nieuw conceptplan gemaakt. En dat hebben we laten toetsen bij de veiligheidsregio, de gemeente, politie, brandweer en de GOR, de gemeenschappelijke geneeskundige diensten. Die hebben gisteren groen licht, of moet je tegenwoordig zeggen geel licht, gegeven om door te gaan met de vergunningsaanvraag. En daar trekken we er samen in op. En wij leven wel in een gemeente-regio met een positieve instelling. Met instelling laten we samen kijken hoe we het mogelijk kunnen maken. En dat, daar kunnen we heel blij mee zijn. Want er zijn andere plekken in het land waar ze daar heel anders mee omgaan. Ja. Heb je al reacties gehad eigenlijk van wat trouwe lopers? Want vandaag is de nieuws outing die open, echt een paar uur geleden. Ja, dat loopt storm. Mensen die zeggen van, help, ik kan morgen niet inschrijven. Kun je een plekje reserveren? Die zijn toch bang dat er op een gegeven moment potslot is. Dan. Ja, daar zijn toch een heel aantal mensen bang voor. En wij weten zelf niet wat er morgen gebeurt. Dus het kan zomaar zijn dat het Zuidcrest.
Ja, nou ja, dat niet. Dat hebben we wel onder controle. Maar het kan best zijn die morgen einde van de dag dat het uitverkocht is. Het zou zomaar kunnen dat het uitverkocht is morgen. Ja. Nou, om daar even een inkijkje te geven. Ik deelde dat binnen mijn vriendengroep. Zitten nogal wat hardlopers in. En die zeiden allemaal, oh, dan ben ik er morgen meteen bij. Want die zijn toch wel een beetje van, als er dan een soort van max op zit. Dus we gaan het meemaken. Morgen 12 uur opent de inschrijving. Dus wees erbij. Ja, ga jij je inschrijven, Niels? Ja, zeker. Samen met burgemeester Onno van Veldhuizen? Of? Nou, volgens mij zei hij de vorige keer hier dat hij prima met mij 5 kilometer wil lopen. Maar dat het zijn laatste keer is dat hij ooit gaat lopen. Omdat hij iets met zijn knie heeft. Dus ik denk niet dat hij... Die mag mooi een praatje houden. Ik denk dat onze wethouder Niels van den Berg eindelijk eens een keer een singleloop gaat uitlopen. Hij heeft vorig jaar geprobeerd, maar dat ging niet helemaal oké. Okay. Ja. Dus dit jaar moet hij het... Hoor ik hier nou een uitdaging naar de wethouder? Ja, natuurlijk is het een uitdaging. Wethouder van sport moet die singleloop gewoon lopen. Ik wil zeggen, doet hij ook weer eens wat. Maar dat is, dat is veel te flauw. Hebben jullie eigenlijk ooit, Mark, gedacht van... Het gaat helemaal niks worden. Of we moeten op een hele alternatieve manier gaan doen of zo. Dat is allemaal revue gepasseerd. Er is heel veel revue gepasseerd. Maar toen na 1 juli de aangepaste richtlijnen kwamen, zagen wij meteen mogelijkheden. En zijn we aan de slag gegaan met een ander concept. En daar kregen we meteen positieve reacties op. Ja. Is alles al in kan en kruiken of moet er nog veel gebeuren? Er moet nog heel veel gebeuren. Ja. Maar we hebben nog 8 weken en dat gaan we doen. Datum? 13 september en morgen om 12 uur staat de inschrijving. Yes, dankjewel. Leuk dat je er was.